gewonnen van Cambuur Leeuwarden voor deze wedstrijd tegen Top Os. Aardig wat mensen op deze wedstrijd afgekomen. En dan verwacht je in ieder geval een Cambuur Leeuwarden dat het Top Os meer dan lastig gaat maken. Want in de hele tijd werd het 8-1 voor Cambuur in Os dus. Onder andere ook door een hele vroege rode kaart van Remy. 8 verschillende doelpuntenmakers toen voor de ploeg uit Leeuwarden. En vandaag hier een mogelijkheid geboden aan de spits, Milan Smit. Maar Cambuur speelt niet best die eerste helft. Kijk naar de klok, het is al de 41ste minuut. Het balbezit is voor Kuipers van Top Os. Dit komt nog niet helemaal daaraan waar het zou moeten. Lambrix. Aardig wat spelers van Top Os in de 16. Dit is Ladam. Beweging is prima. Vrijloop is van Pata en die komt daar bijna bij de eerste paal ook nog tot een kans. En kijk de boosheid van Yannick van Os, de keeper van Cambuur. Het loopt niet in de eerste helft voor de Leeuwarders. Van deze vrije trap en achterin is Lars Nieuwpoort. Dat zou een debuut zijn geweest in het shirt van Top Os voor de centrale verdediger. Speelde 19 april 2023 zijn laatste wedstrijd, toen voor RKC. En is er dus nu bij. Breij met de corner. Die komen veelvuldig gevaarlijk in of rond de 5 meter terecht. Er zijn er altijd wel mensen die daar hun hoofd tegen willen aanzetten. Vito Wormgoor, hij heeft getekend bij Cambuur Leeuwarden. Gaat dus binnenkort het shirt met het geel en het blauw van Cambuur aantrekken. En ziet, ook in de tweede helft begin daarvan, een brutaal Top Os. Allemeers met de kopbal op de paal. En komt daarbij ook nog in botsing met Yannick van Os, de keeper van Cambuur. Hier Troepé. Maar Allemeers nog op de grond ligt. En dan gaat Van der Laan fluiten om te kijken hoe het met de aanvallen van Top Os is. Ploeg die vorige week wist te winnen van Telstar. En misschien vandaag de laatste plaats kan overdoen aan Telstar. Bij een gunstig resultaat hier. Maar ja, je verwacht het niet. Cambuur in Os eerder dit seizoen 8-1 winst. Maar vandaag gaat het alleszins moeizaam. Weinig tempo ook, dan wel de diepte gezien, gevonden mogelijkheid om vanaf de rechterkant nu naar binnen te komen. Dit ziet er in ieder geval dreigend uit, maar dat is niet echt een groot probleem voor Mike Havenkotter. Wiebe Kooistra, een van de invallers, met de bal voor. Dan zit een lastige bal van een keeper, die valt naar beneden en dat levert Havenkotter de nodige moeite op. En dat levert Cambuur dan een hoekschop op. We hebben al gezien een aantal keren in deze wedstrijd dat zo'n bal dan de 5 meter in gaat. Daar is het hartstikke druk. Maar is het wel lastig om daar uit te komen? Dat heeft Havenkotter ook. De keeper zit daar mis. Zegt dat hij gehinderd wordt. De bal van Breij wordt binnengekopt door Balk. In ieder geval de voorsprong is er voor Cambuur. Het duo Balk en Breij is weer van de partij. En zorgt voor een 1-0 voorsprong voor Cambuur. De nummer 7 van de keukenkampioendivisie. En de nummer laatst van de KKD staat weer eens achter. 13 goals gemaakt heeft Top Os. Minste aantal goals in de hele keukenkampioendivisie. Cambuur maakte zojuist een 52ste van dit seizoen. Zij maakte de meeste treffers in de keukenkampioendivisie. Deze bal gaat scherp voor. En kan dan op het nippertje nog worden verdedigd door Rochon van Eijma. Hij samen met Nieuwpoort centraal achterin. Maar ook de aanvallers willen zich nog wel eens hier onderscheiden met Allemeers met dat schot in de korte hoek. Had al eerder in deze tweede helft een kopbal op de paal. Toen werd hij geraakt nog door de keeper van Cambuur. Hij zelf. Nu laat hij diezelfde doelverdediger, Yannick van Os, kansloos in de korte hoek. Vanaf daar voel je als keeper toch enigszins bezwaard dat die bal binnenvalt. Het is 1-1 en dat is een verrassing. Maar fijn voor, nou wat zullen het zijn, zo'n dozijn meegereisde Top Os supporters. Zien er ook nog deze corner en die wordt zomaar binnengekopt. Rochon van Eijma. Naar de corner van Remy. Dat was de speler die in de heenwedstrijd zo vroeg in het duel rood kreeg. En dat maakte uiteindelijk dus het grote verschil. En zij kunnen hun geluk niet op. Want uit bij Cambuur Leeuwarden een resultaat halen. Daar hadden zij ook weinig rekening mee gehouden. Maar de voorsprong is er. 85ste minuut van Eijma. Dan is dit de 90ste minuut Breij. En Giovanni Troepé krijgt die bal daar weg.
Grote kans voor Breij. 9 goals gemaakt en dus eerder in deze wedstrijd zijn corner. Dan een andere corner, weer die 5 meter in. Dan is ook Yannick van Os, de keeper van Cambuur mee. De bal nog een keer de 16 in. Dit schot half en dan de kopbal van Balk. Redding Haverkot en dan valt Balk tegen de keeper van Top Os aan. En we zitten dan in de 5e minuut van de extra tijd. Die 6 minuten zou bedragen een minuut nog te spelen. En dan wordt er weer een bekertje gegooid. En dat heeft de scheidsrechter gezien. En dus wordt de wedstrijd tijdelijk onderbroken. Velen zien daar een goede aanleiding om alvast naar huis te gaan. En zij zullen dan uiteindelijk merken dat ze niks gemist hebben. Want Cambuur verliest. De zegen voor Top Os. Zij doen de laatste plaats in de KKD over aan Telstar.